Welkom bij Fem. Deze week is weer themaweek bij Fem, namelijk de What's On My ... week. Daarbij heb je gisteren en eergisteren al de video's van Jamie en van Sharon kunnen bekijken. Jamie deed een What's On My Clothing Rack versie en Sharon deed een What's On My Desk versie. Vandaag is het mijn beurt en ik laat jullie een What's On My Vanity variant zien. Dus mocht je benieuwd zijn naar wat hier allemaal achter mij op de kasten staat, blijf dan vooral kijken en ik wens je heel veel plezier. Nou, ik ga jullie nu mijn vanity laten zien en zeg maar de make-up spulletjes staan allemaal op deze ladekastjes van Alex. Dit is de IKEA Alex kastje, de kleine versie zeg maar, van €60 geloof ik. En ik heb er twee naast elkaar gezet en daar zit echt van alles in, van beauty tot accessoires tot kantoorartikelen die we wel eens nodig hebben. Dus dat zit allemaal daarin verstopt. Maar het gaat er nu natuurlijk om wat er bovenop staat. Nou, het eerste wat je hier ziet is mijn make-up stashy-achtig iets. Dit is een transparante make-up cube. Ik heb hier al eerder een video over gemaakt, zeg maar, wat er allemaal in mijn stash zit. Dus dat moet je maar eventjes kijken op mijn eigen kanaal. Zal ik hieronder wel eventjes linken, de video is misschien wel makkelijker. En nou, hierbovenop heb ik een klein bakje van de IKEA. Dat is wel een roze bakje die je kunt vinden bij het servies. En dan heb ik daarachter nog een glazen pot met mijn wattenschijfjes daarin. En trouwens, in dit bakje zitten nog wat kleine dingetjes die ik nog wil gaan reviewen voor op mijn site. En daarachter heb ik een handcreme en nog een Kiehl's Night Serum. En dan hier mijn Mason Person borstel. Dat zijn gewoon de dingetjes die ik dagelijks vaak gebruik. Dus die leg ik gewoon daar neer. En dan heb ik hier mijn spiegel. En deze spiegel is ook van IKEA. En dit is de, zeg maar die... die strakke spiegel. Ik vind hem heel erg handig omdat hij gewoon groot is. En ik kan hem op heel veel verschillende manieren neerzetten. Ik kan hem niet ophangen helaas. Maar ik vind het juist wel fijn dat hij staat. Dan kan ik hem gewoon hier opmaken met mijn stoel. Zet ik dan hier neer en dan ga ik mijn make-up doen. Dan heb ik daarvoor een roosje neergelegd. Die is van de Action. En daarachter zijn mijn kwasten. De kwasten bewaar ik in deze bakjes, witte bakjes van de IKEA. En daar heb ik dan rijst in gedaan, zodat de kwasten daar stevig in blijven staan. Nou, links zie je al mijn oogschaduwkwasten. En in het rechterpotje heb ik allemaal gezichtskwasten. Ze zijn wel een beetje vies, ik moet ze nog allemaal gaan wassen. Maar dat is in ieder geval hoe ik het heb onderverdeeld. En dan heb ik hier nog een kabuki kwastje en mijn beauty blender die ook heel vies is. En daar nog een wimperkruller aan vastgemaakt. En dan heb ik hierachter al mijn dagelijkse paletjes. Dus everyday paletjes die ik voor een neutrale make-up looks kan gebruiken. Bijvoorbeeld het Naked Palette zie je daarachter. En dan het Sleek Palette. En nog het Smashbox Palette zit daarin. Deze heb ik trouwens ook in een potje bewaard. Dat is dit potje van de Action. En als je dan naar boven gaat heb je hier nog een rekje met sieraden. Voornamelijk grote kettingen en wat haaraccessoires. Nou, dan is dit dus in ieder geval mijn make-up gedeelte. En dan heb ik hierboven nog wat accessoires en dingetjes die ik aan jullie wil laten zien. Plus mijn nagellakstash staat daar ook op mijn vanity. Dus dat ga ik nu ook laten zien. Nou, helemaal links op mijn kast heb ik mijn nagellakjes staan. En deze staat in mijn transparante nagellakhouder. En daarnaast heb ik dan een potje van de Action. En daarin zitten dus ook allerlei nagellakjes die dan niet in dat rek passen. Bijvoorbeeld OPI flesjes, die passen daar niet in. Dus die heb ik gewoon daarin gedaan, zodat je die ook ja, een beetje netjes erbij hebt staan. En daarin dus alle nagellakjes die er wel in past, heb ik daarin gedaan. Hier gelijk naast heb ik een houdertje van de Action met diamantjes op de zijkant. En daarin staan een aantal parfums. En daarachter zie je mijn favoriete Victoria's Secret sprays. Die heb ik dan naast elkaar gezet. En dan heb ik hier nog een rekje van de Action ook. Ik ben echt zo'n Action lover. Maar dit is dus een sieradenrekje. En ik vond deze wel heel erg schattig en die past ook wel echt bij mijn interieur. En daaronderin heb ik dus mijn ringen bewaard en een paar kleine oorbelletjes. Hier hangen mijn horloges. Aan de achterkant heb ik ook nog wat horloges hangen. En wat armbanden die ik vaak draag. En hier heb ik nog wat oorbellen opgehangen. En de rest van mijn oorbellen bewaar ik allemaal hierin. In deze twee potjes, ook van de Action. En die rozen ernaast zijn trouwens ook van de Action, mocht je dat willen weten. En die twee vazen daarachter, die heb ik gebruikt voor wat grotere armbanden. Die zie je in de linker vaas. En daarnaast is dezelfde vaas en daarin heb ik al mijn zonnebrillen bewaard. En hier dus oorbelletjes in en nog een paar ringetjes die ik niet echt heel erg vaak gebruik, maar die ik wel... voor feestjes of zo wil gebruiken. En dan heb ik hier gewoon echt ja, mijn sieraden die ik dagelijks gebruik. Dus die ik het meest, zeg, waar ik het meest naartoe grijp. Dus dat is eigenlijk alles wat hierop staat. Het is
Ja, best wel veel, maar ik heb het gewoon zo een beetje onderverdeeld dat ik het makkelijk terug kan vinden. En de dingetjes die ik niet gebruik, die haal ik dan weer weg of ik leg het in de lade. Maar dit is gewoon echt voor dagelijks gebruik. Bijvoorbeeld de parfums, die draag ik heel erg graag, dus die zet ik altijd hier neer. En daar de nagellakjes en dan hier de sieraden. En dat loopt dan weer door tot daar. Als je naar beneden kijkt, heb je mijn make-up stash. Nou, dat was dus mijn versie van de What's On My puntje, puntje, puntje thema week. Morgen en overmorgen kunnen jullie nog video's bekijken van Lotte en van Charlotte. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, hou dat dan zeker in de gaten morgen en overmorgen. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg! Zoals jullie misschien weten is deze week thema week op Fem. En het thema van deze week is What's On My...